Velen van u zijn ermee opgegroeid, het CDA als grootste partij in de gemeenteraad in Tilburg. Die tijd ligt inmiddels ver achter ons. Sterker nog, de partij zit op dit moment niet eens meer in ons bestuur. De gast is Ineke Kouwenberg, met haar praten we over het CDA. Dit is Stadsforum. Ineke Kouwenberg, welkom, fijn dat u er bent. U bent 6 jaar lid van de gemeenteraad. Ik vraag het aan veel mensen, waarom heeft u ervoor gekozen om lid te worden van de gemeenteraad? Ik was een betrokken burger in onze stad en kwam op verschillende plekken wel dingen tegen waarvan ik dacht, dat moet toch beter kunnen. En dan probeer je op klein niveau wat te doen, op het gebied van vrijwilligerswerk. Maar toen dacht ik, nou, in de gemeenteraad heb ik toch meer invloed om te zorgen dat dingen beter gaan dan dat ze gingen. Ja, dus dat was eigenlijk mijn motivatie. Waren er dan ook onderwerpen waardoor u specifiek gemotiveerd werd om zich daarvoor in te zetten toen u daarvoor koos? Waren er bepaalde onderwerpen waarmee u aan de slag wilde? Ik was vrijwilliger bij Stichting De Vonk. En daar hielp ik mensen met schulden en zag de uitzichtloze positie waar zij in zaten en de moeite die ze moesten doen om aansluiting te zoeken bij alle instanties. Hoe moeilijk dat wij leven gemaakt hebben voor mensen die het minder goed gaat. Ja, het zien daarvan was voor u een motivatie om in de politiek te stappen. U koos voor het CDA. Waarom het CDA? Nou, de meeste mensen denken dat je christelijk moet zijn om te kiezen voor het CDA. En dat was misschien in de tijd waarin u hier bent opgegroeid, was dat wel zo? Nou, dat is tegenwoordig absoluut niet meer zo. Dus ik koos niet voor het CDA vanwege mijn geloof, maar vanwege de waarden en normen. Mijn waarden en normen komen overeen met de wijze waarop het CDA ziet dat wij een samenleving zouden moeten inrichten. Ja. We kijken naar de mensen. We zoeken naar de verbinding tussen de mensen. In feite helpen we elkaar. Dan hebben we daar een overheid in eerste instantie niet voor nodig. Alleen maar op het moment dat zijn de waarden en normen. Ja. Ja. Ik zei al bij mijn intro, het CDA was hier jarenlang de grootste partij. Toen ik hier mezelf kwam wonen, was Jan Melis toch wel de meest invloedrijke man van Tilburg, althans zo werd hij door velen gezien. Jan Melis is voor de jongere kijkers uw verre voorganger als fractievoorzitter. En in de loop van de jaren werd het CDA steeds kleiner en inmiddels zit u met 2 van de 45 zetels in de gemeenteraad. Ik vroeg me meteen af, wat ging er mis dat u van grootste naar kleine partij bent gegaan? Ja. Onze samenleving verandert. Ik denk dat we dat landelijk zien en dat we dat ook lokaal zien. Mensen dachten vroeger niet eens na waar ze op gingen stemmen, maar stemden vanuit de traditie. En dat was dan denk ik vaak vanuit de traditie het CDA. Dat is nu niet meer zo. Dat is ook goed. Mensen gewoon veel meer nadenken, er bewust mee omgaan en op basis daarvan keuzes maken. Ik denk dat het CDA op inhoud gewoon nog steeds het juiste verhaal heeft. En dat het verhaal is wat past bij onze stad. Maar het komt niet meer over, blijkbaar. Inderdaad, maar het komt niet meer over. Ja. Is dat de belangrijkste oorzaak? Ja, ik denk dat dat een belangrijke oorzaak is. Dat we toch op een aantal plekken het verhaal niet kunnen brengen zoals het verhaal is. En ik denk ook vanwege de individualisering die je ziet, dat mensen ook gewoon andere dingen belangrijk vinden. U zegt, we kunnen het verhaal niet brengen zoals het is, maar we zien u heel weinig in de media. Hoe komt dat? Ik denk dat het als politiek sowieso lastig is om in de media te komen. En wij zijn ook niet een partij die populaire quotes gaat doen, die dingen gaat doen om in de media te komen. Wij willen onze bijdrage leveren vanuit de inhoud en doen dat vaak genuanceerd. En nuances zijn minder leuk voor in de media. Ja, toch nog even terug naar die afkalving van het CDA van 15 naar 10 naar 7 naar 2 zetels. Het CDA stond ook vaak bekend omdat het vaak mensen hadden in speelfuncties in de stad die in die gemeenteraad waren. Speelt dat ook nog een rol, dat je minder prominent in, in,
in de stad aanwezig bent? Ik denk het wel. Ja. Het maatschappelijk middenveld, hè, alle verenigingen en besturen, dat werd gedragen in de tijd van Jan Melis door het CDA. Dat is al lang niet meer zo. Het aantal mensen wat lid is van een politieke partij is natuurlijk landelijk veel minder geworden, ook lokaal veel minder. En dat is bij het CDA ook veel minder. Waarom zou iemand anno 2023 lid worden van een politieke partij? Nou, wellicht om wat u net zei, al zelf zei, omdat iemand iets wil veranderen. Laten we even naar die inhoud gaan. Hè? Zegt mm-hmm. we zijn van de inhoud, we zijn van de genuanceerde inhoud. Er zijn een aantal onderwerpen die eruit springen als ik zie wat u afgelopen anderhalf jaar of langere periode heeft bijgedragen. Eén onderwerp is, u wil graag burgers beter betrekken bij de besluiten. Dat is een punt wat u meerdere plekken, meerdere momenten inbrengt. Nu hadden we een paar weken geleden hier Frans van Aalen te gast in de uitzending van 3 of 4 weken geleden. En die vertelde over, er komt een burgerberaad in Tilburg. Wat wil u graag nog toevoegen aan het betrekken van burgers? Wij denken dat het belangrijk is dat je burgers ook betrekt bij de uitvoering. Dus niet als je bij het maken van beleid gaat spreken met de stad, dan spreek je met mensen op een bepaalde positie die sowieso wel laten horen wat ze vinden. Vaak de mensen die overal al wel bekend zijn. En juist die mensen die niet betrokken zijn, die uit zichzelf niet zich zullen melden bij een gemeenteraad. Die willen we graag stem geven. Die willen wij een stem geven en die willen we betrekken. Hoe wil u dat doen? Hoe wil u de mensen een stem geven? Nou, op zich is een burgerberaad daar gewoon een heel goed middel voor. Als dat burgerberaad dan ook maar gaat over iets wat mensen raakt. Een onderwerp van een burgerberaad moet een onderwerp zijn waar jij het op een verjaardagsfeestje over hebt, omdat het je bezighoudt. Want dan voelen mensen ook de motivatie om daar over in gesprek te gaan, om daar actief aan deel te nemen. Ja. En dan gaat het ook leven in de stad. Ja. U zegt mensen die in invloedrijke positie zitten, die weten de weg wel te vinden naar de gemeenteraad. En toch zie ik regelmatig, als er iets gebeurt in een wijk of een buurt waar mensen niet blij mee zijn, tevreden zijn, dan zijn het toch vooral die mensen uit die wijk en buurt die zich zeer nadrukkelijk, zeer luidruchtig laten horen als ze het niet mee eens zijn. Hoe komt het dat u denkt dat veel mensen die weg naar de politiek niet weten te vinden? Maar dan is het eigenlijk al te laat, hè? Het betrekken van de burgers is juist bedoeld zodat je niet uit frustratie naar de politiek hoeft te stappen. Zodat je niet omdat er iets gebeurt in jouw omgeving waar je heel erg boos voor bent, dat de motivatie, want daar wordt het beeld van onze democratie niet beter van. Wat wil u doen? Wat heeft u concreet voor ogen om ervoor te zorgen dat de mensen in een vroeg stadium bij onderwerpen betrokken worden? Wat gaat het CDA in Tilburg concreet voorstellen om daar iets aan te veranderen? Om de uitvoering andersom te organiseren. Wij hebben bij de vorige begroting al voorgesteld, ga werken met een wijkbegroting en zorg dat de wijk en de problemen in de wijk centraal staan en niet de afdelingen op het stadhuis. Als je van onderop op die manier gaat kijken van wat hebben wij in deze wijk nodig, dan doe je dat samen met de inwoners van die wijk. Wat hebben we nodig? Hoe krijgen we dat voor elkaar? Welke afdelingen en welk budget hebben we daarbij nodig? Dan los je de problemen in de wijk op. En dan bedenk je niet hier vanuit het stadhuis, oh, wij hebben dit beleid en dan gaan we dat doen en dan laten we daar en daar landen. Zonder dat je contact hebt gehad met die inwoners en met die mensen, of dat ze daar daadwerkelijk behoefte aan hebben en of dat hun grootste probleem is. Ja, dat klinkt als heel redelijk. Krijgt u steun voor die aanpak? Wijkgericht werken is wel iets wat de gemeente wil doen, maar we krijgen geen snelheid. We zijn daar nu al lang mee bezig. Ook de vorige periode toen wij in de coalitie zaten, hebben we daar al stappen voor gezet. Maar het blijft bij plannen maken, het blijft bij praten, het blijft bij praten over waar de uitvoering. Maar dat is nog geen doen. Want waar stokt het dan? Want u bent natuurlijk niet de enige die regelmatig zegt, ik wil burgers betrekken. Nee. Ik hoor het meerdere partijen Zeker. Zeggen, ook meerdere partijen aan deze tafel. Waar klemt het? Waar schuurt het? Wat is de bottleneck? Ja.
Veranderen is voor iedereen moeilijk, denk ik. Ik denk dat we dat ook kennen, dat dat in elke organisatie is. Dat is bij mij op kantoor, is veranderen ook moeilijk. En ik denk dat het veranderen in een stadhuis ook moeilijk is. Mensen zijn heel erg werken hard, werken met de beste bedoelingen, maar welke werken wel vanuit het stramien wat ze gewend zijn. Ja. En als je dat moet kantelen, Dat duurt heel lang. Dan ja. vraagt dat ook een soort van cultuuromslag. Ander onderwerp wat me opviel, waarmee u zich regelmatig gaat horen, is armoede en armoedebestrijding in de stad. U begon daar zelf al over. U was als vrijwilliger was u er actief mee bezig. En er sprongen twee punten mij in het oog. Het ene is dat u graag dat kinderen meer mee kunnen doen met verenigingen. Leg eens uit, waarom is dat zo belangrijk? Dat als je armoede wilt bestrijden, dat je bij kinderen moet beginnen om te zorgen dat die betere kansen hebben en dat ze voor zichzelf kunnen zorgen dat zij uit die toestand komen. En verenigingen zijn daar belangrijk bij? Nou, wat zij daarvoor nodig hebben, is een goede sociale omgeving. Want als jij opgroeit in een wijk waar alle kinderen om jou heen denken dat hard werken, naar school gaan, een baantje zoeken, dat gewoon domme keuzes zijn, omdat je toch veel populairder bent als je een beetje stoer loopt te doen met je vrienden en wat gaat vernielen. Dan is het voor zo'n kind veel te moeilijk om de goede beslissingen te nemen. Ja, u hoopt met een vereniging. Kind, ja. ja, als een kind opgroeit in een goede sociale omgeving, in een netwerk, met verenigingen, met rolmodellen, met goede voorbeelden om zich heen. Wat zit er in de weg om lid te worden? Want we hebben heel veel verenigingen in de stad. Tilburg in die zin in zekere zin dorps georganiseerd. Mm-hmm. We hebben een meedoenregeling voor mensen die dat niet kunnen betalen. Wat zit er dan op dit moment in de weg? Of wat zou u graag willen veranderen dat kinderen makkelijker mee kunnen doen met die verenigingen? Ja, het is denk ik niet alleen een kwestie van geld. Want inderdaad, we hebben de meedoenregeling en Tilburg is sociaal. Dus als daar wat zou moeten gebeuren, dan willen we daar best wel wat doen. Het zit ook in de verbinding met de omgeving. Weten welke verenigingen er zijn. Dat het normaal is dat je op die manier met elkaar dingen gaat doen. Het hoeft ook niet een sportvereniging te zijn. Hè? Kan een muziekvereniging zijn? Precies, het kan een muziekvereniging zijn, het kan de scouting zijn. U bent gemeenteraadslid. Ziet u het dan al een taak aan de Tilburgers of de mensen met kinderen om ze erop te wijzen wat er aan verenigingen zijn en wat het belang van die vereniging is? Hoe moet ik me dat voorstellen? Wat is uw rol als gemeenteraadslid daarin? Als gemeenteraad kunnen wij zorgen dat de sociale omgeving, dat de sociale basis van die kinderen, dat die beter wordt. Dat we daarin meer aanbieden en dat ze daarin steun vinden. Bij een vereniging, ouders met in een oudertafel op school. U wijst erop in ieder geval. U wijst erop op de aanwezigheid van verenigingen en u vindt dat u daar als raad een rol in heeft. Ja. Ja. Bij armoede kwam ik ook tegen dat het ging om mensen moeten met werk een goede boterham kunnen verdienen. Werken en armoede, dat gaat niet samen, las ik ergens in een bijdrage van u. Toen dacht ik, nou, dat is een hele mooie gedachte. Maar als gemeenteraad gaat u niet over de inkomens, u gaat niet over de uitkeringen. Hoe ziet u daar uw rol als gemeenteraadslid? Ja, dat is best lastig, want wat u zegt, een heleboel van dit soort dingen worden landelijk bepaald. Hè? Dat is dan landelijk beleid en dat moet je in de gemeente maar proberen uit te voeren. Op zich heeft het CDA wel de lijn van, nou, je zou meer verantwoordelijkheid lokaal neer moeten leggen. Maar daarmee hebben we dat nog niet gerealiseerd. Ja. Maar er zijn best wel dingen die we als gemeente wel kunnen doen. Noem eens een voorbeeld. Een concreet voorbeeld wat u als gemeente vanuit de raad zou willen? Nou, uiteindelijk voeren wij wel die wetten uit en kunnen we mensen met elkaar in contact brengen. Ik weet bijvoorbeeld in Tilburg Noord, daar is een bedrijf wat mensen zoekt, hè? Wat personeel zoekt. En die heeft nadrukkelijk contact gezocht met de wijk die daar heel dichtbij ligt. Van, nou oké, okay, en op welke wijze zouden we verbindingen kunnen leggen zodat we kennis kunnen maken, zodat uiteindelijk die mensen aan een baan geholpen kunnen worden. U ziet eigenlijk als de gemeenteraad heeft een rol om werkgevers en werknemers met elkaar in contact te brengen. Ja. Dat is wat u beoogt. Is dat niet een taak van een UWV of een instantie van die orde? Ook.
Ja, maar u wil als gemeenteraad juist, bijdragen. Ja, ja, ik geloof juist dat als we dat samen doen en als we die energie samenbrengen, dat het dan beter werkt dan dat alleen het UWV dat zou mogen doen. Of alleen... Als het om andere dingen gaat, dat alleen de contour de Twern maar dingen mag organiseren. U wil dat als raad ondersteunen. Een derde onderwerp wat in uw bijdrage oorsprong heeft, groen onderhoud. U wil het groen onderhoud verbeteren. Help eens even, wat is het probleem? Het groen onderhoud in de omgeving, hè, als mensen de deur uitstappen, dan hebben ze het gevoel, dit is mijn stad. Als ze daar trots op zijn, als het schoon is, als het heel is, als het er mooi uitziet, dan geeft dat mensen een beter gevoel en dan zullen ze er ook beter voor zorgen. Is het niet schoon en goed verzorgd? Nou, op een heleboel plekken is het inderdaad niet schoon, is het niet goed verzorgd, gebeurt er van alles in onze omgeving. Ja. Wat alleen maar daartoe leidt dat het erger wordt. Ja, u noemt schoon. De groenvoorzieningen rond in de wijken, daar ligt veel afval of zwerfvuil. Is dat het probleem? Dat is niet alleen het probleem, ja. Maar dat is wel een van de grootste. Precies. Ja. En ook iets wat onze burgers en wat onze inwoners enorm frustreert. Ja, het stoort. Het signaleren van het probleem is één, van de politicus verwacht ik een oplossing. Wat is de oplossing die het CDA Tilburg voor ogen heeft? Nou ja, er is meer geld voor groen onderhoud, dus dat is... Meer geld en nodig. Er is deze periode al meer geld bijgegaan in de begroting. Dus het zou beter moeten worden. Maar het heeft ook wel te maken met het gedrag van mensen. Bijvoorbeeld waar wij heel veel aandacht voor gevraagd hebben, zijn vuilstortingen. Blijkbaar illegale stortingen. Illegale stortingen. Zijn er inderdaad gewoon inwoners in onze stad die het makkelijker vinden om hun rotzooi gewoon ergens naast een container te dumpen dan dat ze dat brengen naar de plek waar het hoort te zijn. Ja. U heeft het over gedrag, ook hier weer. Het constateren dat er ongewenst gedrag plaatsvindt is één. U bent raadslid. Ja. Wat kunt u daar als raadslid tegen doen? Behalve constateren dat het ongewenst is, wat ik ook zou kunnen, wat mijn collega's ook zouden kunnen. Wat kunt u er als raadslid aan doen? Of wat doet u er als raadslid aan? Ja, dat is best wel lastig, want je kan als raadslid natuurlijk ook niet het gedrag van mensen direct beïnvloeden. Ik denk wel dat we, als we de samenleving zo inrichten, dat we mensen meer in contact brengen met elkaar, als we die verbinding in een buurt beter maken, dat we daardoor gedrag kunnen beïnvloeden. Als wij nu als raad zorgen dat de mensen in de buurt en in de wijk elkaar leren kennen, dat ze elkaar ontmoeten in die wijk, dat ze naar elkaar omkijken, dan heeft dat ook tot gevolg dat je meer sociaal gedrag gaat vertonen. Okay. Als iemand jou helpt, als je je boodschappentassen niet kunt dragen, als je fiets ongevallen is, denk jij daarna, op die manier hoopt u daar verbetering in te brengen. Ja. Terug naar het CDA en uw partij. Ik zei al van 2 zetels op de 45 op dit moment. U zit in de oppositie. Ik noemde wat onderwerpen waar we mee bezig zijn. Zijn er ook onderwerpen waarmee u de weg weer omhoog gaat vinden? Wordt het CDA van weleer als grote, invloedrijke partij in Tilburg, keert daar terug? Of is dat verleden tijd? Ik denk niet dat wij ooit nog zo groot gaan worden als we ooit geweest zijn. Als je dat als referentiekader neemt. Maar ik ben er wel van overtuigd dat het verhaal van het CDA en de wijze waarop wij vinden dat een samenleving zou moeten functioneren, dat verhaal door een heleboel mensen gedeeld wordt. Ja. We hebben nu niet landelijk de wind niet mee, laten we daar eerlijk over zijn. Dat betekent dat we voorlopig nog even op een... dieptepunt zitten. Ja. Maar ik ben ervan overtuigd dat we weer gaan bouwen, dat we de weg omhoog weer gaan vinden. Ja. Landelijk, dat helpt ons, maar zeker lokaal zijn we met de goede dingen bezig. Zijn er enthousiaste en betrokken mensen die daarmee aan willen werken. Ja. Dus maar ben ik ervan overtuigd dat we gewoon een goede kant weer op gaan. Veel van waar die we eindigen? Ja, veel van die mensen die een vergelijkbare idee hebben, kiezen ervoor om naar de partij van Pieter Omtzigt over te stappen. 2400 sollicitanten las ik onlangs.
U heeft niet gesolliciteerd, begrijp ik hieruit. Nee. U bent nog steeds overtuigde CDA die hoopt dat over 2 jaar bij de volgende verkiezingen de weg omhoog teruggevonden wordt. Ik denk als je inhoudelijk kijkt naar hetgeen wat Pieter Omtzigt voor samenleving voor zich ziet, dan komt hij overeen met de samenleving zoals het CDA die ziet. Dus inhoudelijk hebben we heel veel met elkaar gemeen. En het feit dat een heleboel mensen daarop gaan stemmen, lijkt ook nog maar een bevestiging van het feit dat het CDA-verhaal eigenlijk inhoudelijk het goede verhaal is. Pieter Omtzigt heeft dat vertrouwen nu, wat onze CDA-politicus niet hebben. Ik hoop dat in Tilburg in ieder geval terug te krijgen bij de volgende verkiezingen. Precies, ja. Inke Koumerg, dank u wel voor uw komst. Graag gedaan. Dit was Stadsforum, tot volgende week.